De Gamerspacers zijn deze plastic afstandhoudertjes tussen het zeil en de gamer. Wat doen die nou? Die zorgen ervoor dat je gamer goed op de mast blijft zitten. Als je gamer te los op de mast zit, heb je van die verticale strepen in je mastslurf. En je gamers roteren heel lekker soepeltjes. Nadeel is dat als ze te los zitten, zouden ze er ook af kunnen schieten. De gamers van je mast tijdens het varen. Heel irritant. Je moet een goede balans zien te vinden tussen een gamer die goed genoeg op de mast zit om je profiel mooi te hebben, om geen kreukels in je mastslurf te hebben, maar die toch nog roteert. Als je gamers te strak op de mast zitten, dan roteert het zeil heel zwaar en moet je hem soms zelfs meehelpen om goed in zijn profiel te komen. Daarvoor gebruik je de spacers. Als hij te strak zit, haal je er een spacertje uit. Als hij te los zit, zet je er een gamerspacertje op.